Mijn naam is Mamoun, ik ben oprichter van TinyPods. Wellicht kennen jullie TinyPods. Dus wel hoop dat je Tessa, die nu je op de slide ziet aan de rechterkant. Tessa wordt ingezet bij mensen met dementie. Nog via de thuiszorg krijgt ze het en ondersteunt mensen in zelfregie en zelfredzaamheid. Maar ondanks dat wij bekend zijn van het robotje, zijn we eigenlijk geen robotbedrijf. We hebben vanaf het begin een visie op hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden in de zorg. Dus we zijn ook heel gericht op een AI-systeem. Volgende slide, alsjeblieft. En het eerste wat ik wil aanhalen is dat als we hebben over ouderen, wij ondersteunen ouderen met dementie, maar als we over ouderen praten, vind ik het vreemd dat we eigenlijk allemaal op één groep worden gegooid. En eigenlijk het beschouwen alsof ze allemaal kwetsbaar zijn en allemaal gezorgd moet worden en heel voorzichtig mee moet omgaan. We focussen erg op wat iemand dan niet meer kan op een latere leeftijd. Maar wat als we eigenlijk anders gaan zien? Dat is hoe graag wij van de tuinbos naar de doelgroep wil kijken. Aan de rechterkant ziet een dame, ik weet niet of iemand haar herkent. Dat is DJ Sumirock. Zij is de oudste DJ ter wereld. Op 77-jarige leeftijd heeft zij besloten om DJ te worden. En ze heeft zich ingeschreven voor een cursus. Na een hele moeizame periode heeft ze wel alle fijne knipjes onder de knie gekregen. En vandaag de dag, toevallig afgelopen donderdag, was zij 87 geworden. En treedt ze 1 of 2 keer per maand op in clubs. In hippe clubs in Tokio. Dus mocht je haar willen nou opzoeken, is zij nog goed nou actief. En daarnaast werkt ze ook nog eens 5 tot 6 dagen in een eigen restaurant. En dat inspireert me. En ik vraag me nou af, wat is haar geheim om zo energiek en zo vitaal in leven te staan? Volgende slide, alsjeblieft. En dat vroegen meerdere mensen af. Ook een onderzoeksgroep. Die was geïnspireerd. Niet zozeer door Sumirock, maar wel door een aantal gebieden op de wereld. Wat ze zogenaamd Blue Zones noemen. En Blue Zones zijn gebieden waar wonderbaarlijk opvallend veel mensen ouder zijn dan 100. Ze leven dat op die gebieden. De concentratie van mensen die boven de 100 daar leven, op vitale wijze, is groot. En ze ging daarheen met een onderzoeksgroep ging daarheen om eigenlijk even alles te analyseren. In de hoop wellicht om de fontein van jeugd of de elixir te vinden. Maar ze ging ook wat analyseren hoe leefden deze mensen. Wat eten ze? Wat drinken ze? Hoe slapen ze? Hoe actief zijn ze? En dan zie je heel veel diversiteit. En dat was niet iets wat zo opvallend een patroon is op al die gebieden. De ene dronk regelmatig nog een glaasje wijn. De andere helemaal niet. De ene sliep al langer, de andere niet. De ene is actief. En ook de voedingspatronen was heel divers. De ene had heel veel pasta, heel veel koolhydraten. En de andere juist veel meer proteïne. En daar was niet duidelijk patroon. Maar er was één ander ding wat er naar boven kwam. En dat was dat in die samenleving deze ouderen nog steeds een belangrijke rol vervullen. Het is niet zo dat ze met pensioen gaan, maar ze gaan in een rol waarbij zij hun levenservaring kunnen delen. Dat ze nog steeds kunnen bijdragen in de samenleving. En dat wordt ook heel erg omarmd in die samenleving. Bijvoorbeeld dat ze juist hun levenslessen, de wijze lessen die ze hebben geleerd, kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie. Of in Japan, dat groepjes ouderen samen eigenlijk gaan organiseren om vroeg in de ochtend ook de steden of de dorpbaas in leefde gebied schoon te maken. Omdat ze heel graag ooit nou de wereld een stuk mooier en schoner willen doorgeven. Ja, dus het zinvol leven behouden was het geheim wat zij daarin hebben ontdekt. En dat is iets waar wij ook geloven. Hoe wij de gezondheid zouden kunnen organiseren. Volgende slide, alsjeblieft. Nou, om dat te kunnen bereiken is natuurlijk niet makkelijk, want je moet een heel persoonlijke benadering omarmen. Heel erg van, wat is nog zinvol voor deze persoon? Wat vindt deze persoon nog belangrijk? En stel dat wij een systeem kunnen creëren. En in het systeem kan ook technologie een belangrijke rol spelen. Een systeem dat eigenlijk gaat leren hoe iemand leeft, hoe iemand heeft geleefd. Wat de slaapritmes zijn, van fysieke dingen, maar ook op wensen. Wat vindt iemand belangrijk? Wat voor sport heeft iemand? Vond iemand de reizen heel leuk? Wat zijn andere waarden wat iemand heeft geholpen of
heel belangrijk vindt. Wat is zijn of haar levens, wereldbeeld? En dat kan invloed hebben op het vervullen van een zinvol leven. En dat kan door, ik kan begrijpen dat het heel lastig is om al die dingen persoonlijk van iemand te weten. Maar dat zou bijvoorbeeld een systeem dat fungeert als een passieve agenda wel kunnen doen. Al die data passief opvullen. Maar alleen als er iemand in de situatie komt waar een stukje hulp bij nodig is. Bijvoorbeeld in ons geval hebben we te maken met mensen met dementie. Waarbij het soms ook heel lastig is om uit te drukken wat ze zelf willen. Wat er op dat moment door eenzaamheid of door andere cognitieve problematiek lastig is om de keuze voor te leggen. Of aan te geven wat voor iemand goed is. Nou, daar zou bijvoorbeeld zo'n systeem actief de data goed benut kunnen worden. Om zo de omgeving en de zorg te organiseren voor een zinvol leven. Dat is een heel lange weg, lijkt het. En dan hebben we ook bij ons visie, verdelen we dat ook op in 3 fases. De eerste fase is eigenlijk wel eerst producten ontwikkelen die nu al iets betekenen op zichzelf. En eigenlijk data te gaan verzamelen. Zo hebben wij bij Tinyable zo'n tot nu toe nog maar 2800 gebruikers, waarvan we 350.000 dagen aan data hebben. En daar gaan we nu naar de volgende fase, en dat is fase 2. Waarbij we veel meer gaan denken als een platform waarbij we in alle andere producten, bijvoorbeeld een bedsensor, andere robots, die op andere vlaktes een stukje data heeft gevangen, wat heel waardevol is, en eigenlijk te verbinden en daarmee meer inzicht te krijgen. En elkaar systeem op aan te passen. En dat is de fase 2. En fase 3 is eigenlijk dat daar intelligentie op komt door ook suggestie te geven. De persoon en de mens omheen blijven, de mens blijft in controle, de mens heeft autonomie. Maar het systeem kan wel met zoveel gegevens, dat is waar typisch technologie wel een rol in kan spelen, kan daarin wel bepaald patroon herkennen en iets adviseren. Door bijvoorbeeld als iemand slecht heeft geslapen, de dag gelijk aan te passen. De dagschema gelijk aan te passen, dat er meer rust in wordt gebouwd. En niet de volle agenda activiteit nog steeds doorloopt. Of dat iemand, als hij diabetes heeft, kleine voedingspatronen, wordt er nou ter suggestie krijgt, zodat persoon nog steeds op de belangrijkste dingen wat voor die individu daar op richt, in plaats van dat het ziektebeeld te veel eigenlijk aandacht op zichzelf vraagt. Dat is wel waar technologie bij kan een rol in kan spelen en kan ondersteunen. Nou, dit klinkt ver weg, maar volgende slide alsjeblieft. Maar er is ook ooit al een studie, eigenlijk kijken we, het is dichterbij dan je denkt. VWS heeft afgelopen jaar ook een maatschappelijke business case gemaakt op aantal toepassingen van AI in de zorg die nu al bestaan. En er zijn er 3 uitgekozen. Monitor, maar ook Tinyable Tessa. Daar is ook uit gebleken dat er 1,4 miljard kan opleveren van Nederland als we dat volle potentie kunnen inzetten. Het is dichterbij al. Alleen het zijn wel wat belemmeringen en uitdagingen om dat te bereiken. Dat moeten we samen doen op systeemniveau. Verschillende ondernemingen kunnen wel aan oplossingen werken, maar het moet uiteindelijk in zijn geheel voor de samenleving moet het ingepast worden. En op de juiste wijze, hoe wij ook met z'n allen naar kijken wat voor rol het vervult. We moeten het echt samen doen op systeemniveau.